Marco Basten vertrok. Hoe hoorde je dat vanavond? Ik hoorde het op de tv, bij het nieuws. Want ik had me net op de bank gevleid. Ik denk, ik ga eens een avondje op de bank liggen. En voor je het weet zit je hier weer, hè? Met de vrouw van de president van een bananenrepubliek. Pas op. Dat betekent dat je wel hele lekkere wijn hebt. Ja, maar ik ben geheelonthouder, dus het is niet aan mij besteed. Dat betekent dat je niet zag aankomen? Nee, ik had het niet zien aankomen, omdat Henk Kessler gezegd had, het is een oriënterend gesprek en daarna komen we erop terug. Maar ik wist ook dat Henk Kessler wat eisen zou gaan stellen. En ik wist ook dat Marco van Basten erg gekrenkt was door de houding, in eerste plaats van journalisten, maar ook vooral door de houding van het publiek. Maar ik weet bijna zeker dat Henk Kessler geëist heeft om vanaf nu af aan tot de EK is eindelijk eens een keer met een vast elftal te gaan spelen. En vaste opstelling ook? Nou ja, je mag wel wat roleren, maar het was natuurlijk een gekkenhuis bij het Nederlands elftal. Iedereen stond op een verkeerde plek. En het hing als loszand aan elkaar. En die hele periode van Basten heeft ook niets opgeleverd. Nee, maar 4 jaar hebben we 3 kwartier goed gespeeld. De vriendschappelijke wedstrijd tegen Duitsland. En de laatste overwinning toen we ons kwalificeerden was 1-0 op Luxemburg. Met 1 profspeler erin en een spits uit de 5e divisie in Duitsland. En hij moet tactisch inzicht gehad hebben? Want daar heb ik niets van gemerkt. Dat heeft hij heel goed verborgen gehouden. Voor de rest, iedere trainer met ervaring doet het een stuk beter dan Van Basten. Ik vind het geen ramp dat Van Basten opstapt. En ik zou de KNVB willen adviseren, en ik weet hoe serieus ze me nemen, om voor de EK nog stappen te ondernemen. Wat kan je daar doen wat je hier niet kan? Ik hoop dat ik daar meer kan doen. Het is niet zo dat ik naar Amerika ga verhuizen omdat ik weg wil uit Nederland. Wat dat betreft, IWORK blijft ook gewoon een Nederlands bedrijf. We blijven ook met het hoofdkantoor hier in Nederland zitten. Maar voor mij als tv-maker is het gewoon fantastisch om daar straks in de grootste markt in de wereld te kunnen gaan werken. Voor die paar mensen die nog steeds denken dat je in goede tijden slechte tijden speelt. Hier een overzicht van het werk dat door IWORK wordt gemaakt. Founded in 2001 in the Netherlands, IWORK has established an extensive global network of closely associated affiliates. So you want to be a pop star? Ticket to the Tribes and its sequel, The Tribes Are Coming. And captivating dating show, Who Wants to Marry My Son? Maar ga je zelf met die tape de boer op? Ja, ook. Maar de grote uitdaging zit erin om te kijken of ik grote wereldwijde hits kan creëren in Amerika. Als het daar gebeurt, dan weet je niet wat je overkomt. Wij hebben een tip wat je moet verkopen. De Zap Service. Overmorgen zijn ze weer. Ja, maar dat zijn even die Nederlandse ogen. Wij zouden hier vermoedelijk allemaal aan tafel toch denken van... De rest nou, zien. Ik kan me geen reden voorstellen dat je een tv-station zou mogen sluiten. Daar kan ik me niets bij voorstellen. Als je kunt laten merken, als je kunt bewijzen dat de bevolking werd opgehitst, zomaar op een roddel bijvoorbeeld, om de straat op te gaan en om tegen het staatsbelang in... Dan laat je op het tv-station een ander geluid horen, maar je doet het licht op niet uit. Dan zou station meer uitzenden als voor iedere roddel knop omgedraaid werd. Maar u heeft zich ten opzichte van de hele wereld, ik heb het een beetje gevolgd omdat u de vrouw was van deze meneer. Steeds. En die maakte een hele goede indruk, Amerika gestudeerd, zag er heel goed uit. Maar de wijze waar die nu ingrijpt vind ik primitief. En ik vind het een heel slecht visitekaartje de wereld over. Dat ik vond het zinloos geweld dat mensen zo in elkaar geslagen werden omdat ze van de tegenpartij waren. Ik vond het overdun. Slachtoffers aan de politiekant, ik was ongetwijfeld, maar ik vind deze beelden. En er was dat geen vind ik geen visitekaartje doden. Voor uw man en voor het land. Als men niet had ingegrepen, dan waren er waarschijnlijk doden gevallen. Ervaart u het ook als het. En men heeft gewoon ingegrepen om niet tot een burgeroorlog te laten escaleren. Dat is alles. Nou, als mijn man niet herkozen zou worden, dan kun je Georgië op je buik schrijven. Dan is de ontwikkeling voorbij. Dan gaat u er weer en weg. Dan valt het uit elkaar. Ik heb het niet over ons gezin, ik heb het over de toekomst van Georgië. In het verre Amerika ben jij gaan wonen om daar de schaatsers te trainen. Ja. Hoe goed zijn ze? Ja, verschilt, hè. Ja, Chad Hedrick, die zit erbij en die... Die is in principe goed. Die heeft een paar jaar niet, of anderhalf jaar niet goed getraind, maar die heeft wel de potentie. Maar er zitten ook jongens bij die hier in Nederland zich niet zouden plaatsen voor een nationaal kampioenschap. Maar dat is daar een sport die niks voorstelt. Heel, heel dun, echt mega dun. Daar ben ik wel van geschrokken. Dat er maar, zeg maar 10 allrounders zijn die met een kampioenschap meedoen.
En dan nummers 10 tot en met 6, die zijn hier, dus regio.